We gaan terug in de tijd aan de hand van oude beelden in Als de dag van toen. De mooiste fragmenten uit onze hele regio. Van de jaren 20 tot de jaren 80. Vandaag, 1949. Goeiedag, we kijken vandaag terug naar 1949. Utrecht zit midden in de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Het is armoedtroef. Veel levensmiddelen en ook textiel zijn op de bon. De modeontwerpers ontwerpen jurken waar de meeste vrouwen alleen maar van kunnen dromen. Mensen wonen hutje-mutje op elkaar en veel pasgetrouwde stellen trekken bij hun ouders in. De woningnood inspireert tot de film Een Koninkrijk voor een Huis, waarin een soort familie Vlodder tussen rijke mensen komt wonen. Met een glansrol voor zangeres Heintje Davids. Apollolaan 17. 2 kamers met gebruik van keuken. Hoe komt u erbij? Ach, ik sta toch al een jaar lang op de lijst. En ik woon met mijn dochter in bij mijn broer op 2 kleine hokjes. Het is toch zo smal dat ik niet eens in de breedte kan lachen. Het is een mil, dat komt van huizen, een enkel huis, die zijn een smal. Ze hebben lang gewacht, maar daarom niet gezwegen. Ten slotte toch nog eigen plaats een huis gekregen. Die gaan er mee, dat komt van huizen, van hier vandaan op de Apollolaan. Ook in onze regio wordt hard gewerkt aan het oplossen van het woningtekort. Een fabriek in Maarsen maakt prefab onderdelen voor huizen. Daarmee kunnen die snel gebouwd worden. Op ruime schaal geschiedt tegenwoordig het bouwen van woningen in ons land volgens het principe der montagebouw. Dat is een vrij snelle methode. Alle onderdelen van beton zijn tevoren pasklaar gefabriceerd. De op deze wijze vervaardigde woningen doen in degelijkheid niet voor de bekende bakstenen woningen onder. Nederland heeft voor dit soort werk nu dankzij de Marshallhulp de beschikking gekregen over een zeer moderne machine, welke door minister in het veld deze dagen in gebruik werd gesteld. Deze machine is een van de eerste van dit type welke in Europa is gearriveerd. Hiermee wordt de mogelijkheid geopend om onderdelen voor de montagebouw met een tot nu toe ongekende precisie en snelheid te vervaardigen, waardoor een belangrijke bijdrage wordt verkregen tot het verhogen van de woningproductie. Elke minuut verlaten nu 8 betonelementen de machine. Dit vernuftige apparaat kan per week de montageelementen voor 50 woningen vervaardigen. De maatschappij die thans de beschikking over deze machine heeft gekregen, heeft reeds 1100 montagewoningen opgeleverd. 1200 zijn er nog in uitvoering en er is een begin gemaakt met de bouw van 2000 nieuwe woningen. De ontwikkeling en uitbreiding van de montagebouw wordt beschouwd als een van de voornaamste mogelijkheden om de woningnood het hoofd te bieden. De Amerikanen geven geld aan het arme West-Europa via het Marshallplan. In de jaarbeurs wordt de eerste verjaardag van het plan gevierd. De beurs is ook het toneel van de eerste officiële daad van prinses Beatrix. De 11-jarige prinses onthult een plaquette in haar eigen hal, de Beatrix-hal. Voor Beatrix is het een bijzondere dag, want zij zal aanstonds in de naar haar genoemde hal een plaquette onthullen. Op weg daarheen wandelt het koninklijk gezelschap door de Irene-hal, waarin Nederlandse en Belgische textielproducten geëxposeerd worden. En dan is voor prinses Beatrix het grote ogenblik aangebroken. Zij treedt naar voren om haar eerste officiële daad te verrichten. De plaquette die zij onthult stelt haar eigen wapen voor. Goed gedaan, hè? Om de eerste verjaardag van het Marshallplan te vieren, wordt op de Utrechtse jaarbeurs een Marshalldag gehouden. De reizende ambassadeur Averell Harriman brengt op deze dag met Prins Bernhard, Dr. Baruch, minister van den Brink en vele andere autoriteiten een bezoek aan de jaarbeurs. Het gezelschap begeeft zich allereerst naar de Marshallstand, waar men een indruk kan krijgen van de werking van het plan dat een samenwerkend Europa helpt zich te herstellen. Onder meer wordt in deze stand getoond hoe de Marshallhulp als het ware de smeerolie is voor het apparaat der Europese samenwerking. Ten slotte werden de buitenlandse paviljoens nog bezichtigd, waaronder die der West-Europese landen. Door zijn bezoek aan de jaarbeurs heeft Averell Harriman beter wellicht dan uit cijfers en statistieken een beeld gekregen van de economische vooruitgang in West-Europa, welke sinds het laatste jaar mede te danken is aan de Marshallhulp. Voor het eerst vieren we Koninginnedag op 30 april in plaats van 31 augustus. Koningin Juliana is het jaar daarvoor haar moeder Wilhelmina opgevolgd. Vandaar. De Barense schooljeugd doet haar best voor de nieuwe koningin, die in dit jaar ook het nieuwe padvinsters hoofdkwartier opent, eveneens in Baarn. En dat was haar zeker toevertrouwd als oud-padvinster. Onze jarige koningin was thuis op deze dag, bij haar gezin. 'Smiddags zijn de schoolkinderen van Soestdijk en Baarn haar komen feliciteren. Ieder gewapend met een kleurige luchtballon. Beatrix en Ireentje kregen er ook een. En toen, op een afgesproken teken, gingen al die ballonnetjes onder gejuich tegelijk de lucht in. Meer dan een uur lang bleven de koningin en prins Bernhard daarna met de oudste prinsesjes kijken naar het défilé van de schoolkinderen en het bloemendéfilé dat daarop volgde. Hortenzorg in Baarn, het nieuwe centrum van het Nederlandse padvinstersgilde, wordt Hare Majesteit de Koningin ontvangen door duizenden leden van deze vereniging die uit alle delen van het land hierheen gekomen zijn. En als men samenwerkt, is het meteen ook een stevig bouwwerk. En dan kan er vriendschap in wonen en vrede. Zo kan de padvinsterswereld een voorbeeld voor de grote wereld zijn. Met een eenvoudige handeling opent daarop Hare Majesteit het nieuwe gebouw. Met de oorlog nog vers in het geheugen treurt Utrecht om haar slachtoffers. Zoals de verzetstrijders die in Fort De Bildt gefusilleerd zijn. Op het fort wordt een monument onthuld. Ondertussen heerst ook het gevoel dat er weer een nieuwe vijand voor de deur staat. De communistische Sovjet-Unie. Soldaten bereiden zich voor met oefenritten. Binnen de wallen van het Fort De Bildt bij Utrecht werden in de donkerste jaren van de bezetting tientallen verzetstrijders gefusilleerd. Thans zijn nabestaanden hier bijeengekomen voor de onthulling van een monument dat voor altijd de herinnering levend zal houden aan hen die hier voor het vuurpeloton vielen. De korte plechtigheid wordt besloten met een bloemlegging door de verwanten aan de voet van het monument, dat vervaardigd werd door de beeldhouwer Jongbloed. ...150 militaire jeeps zijn uit alle hoeken van Nederland naar Amersfoort gereden. De startplaats voor een 24-uurs oefenrit. Pas kort voor het vertrek vernemen de equipes welke route gereden moet worden. De uitgereikte kaarten worden haastig bestudeerd. Generaal Krul geeft het startsein aan de deelnemers die met een tussenpoos van 1 minuut vertrekken. Er is een route uitgezocht die bij voorkeur niet over gebaande wegen leidt. De jeep, het manetje van alles in het leger, kan echter een stootje best verdragen. De vierwielaandrijving stelt hem in staat zelfs zeer moeilijk terrein de baas te blijven. Op vele punten onderweg zijn tijdcontroles geplaatst die de deelnemers op de voorgeschreven tijd moeten passeren. Door de provincie Utrecht en door het zuiden van Gelderland gaat het naar Arnhem. We sluiten 1949 af met 2 bijzondere Nederlands kampioenschappen. In het eerste fragment het NK hondenrennen in Utrecht. Als u daar belangstelling voor heeft, moet u tegenwoordig buiten de regio zijn. En ons tweede kampioenschap is het NK grimeren, waar de meest fantastische gezichten door topgrimeurs worden opgemaakt. Ik hoop dat u hebt genoten van 1949. Tot het volgend jaar. Een strenge keuring en een flinke massage ondergaan de deelnemers aan de hinderniswedstrijd om het kampioenschap van Nederland, die in Utrecht wordt gehouden. De eerste serie is begonnen. Razendsnel vliegende honden achter de kunsthaas aan. Zo wordt het namaakboutje voortbewogen. Bij het nemen van een bocht verminderen de dieren nauwelijks snelheid. Een gemiddelde van 50 km per uur is voor hen niets bijzonders. Weer zijn de starthokken opengegaan en weer nadert de kunsthaas, die voor de felle dieren wel degelijk een levende prooi is. De honden zijn lenig als katten. Wie dit ziet gaat begrijpen dat deze sport in vele landen zeer populair is. Een dergelijke strijd doet in verbetenheid niet onder voor andere sportgebeurtenissen. En dit is nu een echte eindspurt van een hinderniswedstrijd voor windhonden. Willem Lodewijk van Nassau, stadhouder van Friesland, was het verplichte type in de eindstrijd om het landskampioenschap grimeren dat in Utrecht werd gehouden. De 16 finalisten kregen 3 kwartier de tijd om burgers uit de 20e eeuw te veranderen in prinsen uit de 17e eeuw. Het viel de jury niet makkelijk om uit al die Willem Lodewijken de beste te kiezen. De een was nog mooier dan de ander, maar deze stadhouderskop won het van allemaal. In de tweede helft moesten de deelnemers een vrijtype maken. Daarbij werd aan hun fantasie de vrije teugel gelaten. Duivels, Chinezen en Mongolen, typen van de meest uiteenlopende aard, kwamen tevoorschijn. De weduwe Hoen viel met haar neus in de prijzen.